is now on the beat. Ik vind het heel spannend. Ik ben niet gewend om voor de camera te praten, wel voor de camera te staan. Dus dit is een nieuwe uitdaging voor mij. Ik kom net uit mijn nachtdienst, dus ik ben wel een beetje moe. Een beetje kring onder mijn ogen, maar maakt niet uit. Ik wil jullie vandaag meenemen naar de gemeente, want ik mag mijn voorlopige rijbewijs halen. Ik houd in dat ik hier in België 20 rijlessen heb genomen bij een rijschool. En als ze je voldoende, als ze je goed genoeg vinden om zelfstandig te mogen rijden, dan geven ze je een attest mee. Met zo'n attest ga je naar de gemeente om een pasje aan te vragen. En je krijgt ook van de rijschool de letter L, dat is deze. Die moet je dan plakken op de auto en daar mag je dan zelfstandig mee rijden. 3 maanden lang. En na die 3 maanden mag je officieel afrijden. Dus je praktijkexamen doen. Ik heb een hele geschiedenis met betreft rijden, rijscholen, rijinstructeurs. In Nederland heb ik bij 3 verschillende rijscholen gereden en een stuk of 4 of 5 verschillende rijinstructeurs gehad. Ik heb nooit echt goed leren rijden en voor mijn gevoel heb ik dat pas in België goed geleerd. Dus ik ben daar heel blij mee. Wat ik nog meer moet doen vandaag is een cadeau kopen voor mijn leidinggevende, die is zondag voor het laatst. En dat is een bongo kaart of zo. Oké, ik ben nu bij de gemeente. Ik mag niet filmen. Ik ben even snel stiekem in een fotohokje ingedoken. Kijk, dit is hem. Mijn voorlopig rijbewijs. Ik ga een afspraak maken om te rijden voordat ik ga afrijden in oktober. Dus ik wil nog even 2 uurtjes inrijden. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is lang geleden. Ja, hier. Hoe is het? Goed, en met jou? Ja, ook goed. Hoe gaan de lessen? Ik heb heel lang niet meer gereden, maar ik kom een afspraak maken om... Je examen. Voor mijn examen wil ik nog 2 uur rijden. Ja. Ik ben trouwens aan het vloggen, dus wil je een beeld? Ja, ik zie die camera. Wil je een beeld? Of, Liever niet. Oké. Okay. Ik een verlegen type ben, dus... Jij verlegen? Nou. Ik ga 20 voor 11 afrijden op 27 oktober. Dus als ik van 9 tot 20 voor 11 kan rijden, is dat mogelijk? In oktober? Ja, het is vrijdag. Dat is ook een vrijdag, inderdaad. Ja. De examen, met wie ga je dat doen? Zou dat bij Muad? Muad heet het toch? Muad, ja. Dus of Mohamed? De examens, je wilt gaan, dat wij ook mee gaan. Ja. Waarom zijn die rechtstreeks bij ons gekomen? Hoezo rechtstreeks? Ja, we kunnen ook een examen voor jou regelen. Dus pas vanaf november, 9 november, kan ik officieel mijn examen doen. Oh, dat is balen. Maar die gaat wel gelukkig. Ik zie dat er in november nog plaats is. De 21ste. 21 november. Oké. Dus echt geluk hebben. Hoe laat? Ik heb eentje om 2:15. Of 12:00. Ik ga even kijken, misschien dat ik nog een basje krijg. Want ik moet daar echt een dag voor vrijhouden, hè? Of kan ik zeggen van, ik ga in de ochtend of middag, avond? Voor uw examen? Ja. Voor uw rijles? Nee, voor mijn examen. Voor de examens kun jij niet boeken, hè? Dus de uren van er nog vrij staan... Kunnen we dat niet, maar ik kan niet beslissen welke uren nog soms. Snap je? Dus het beste is gewoon dat ik een hele dag vrij hou voor... Best te zien. We gaan eerst keer kijken welke dagen dat vrij zijn. En dan, aan de hand van die dag, de uren, kunnen we... Ik ga eerst keer kijken welke...
wel een paar dagen vrij. En de 18e kun je het gewoon niet doen. De 18e. Dat is op een woensdag. Dan begin ik om 4 uur met werken, dus dan zou het alleen de ochtend kunnen. Perfect. Oh, oké. Okay. Want de 18e heb ik nog om 11 uur een examen. Ja. Ja. Om 9 uur beginnen wij rijden. Om 11 uur naar de examens. En dan heb je ruim tijd nog voor het vieren. Ja. Ik ga sowieso slapen. Daar ga ik vanuit. Daar twijfel ik niet aan. Nee, dat is goed. Dan de 18e. 18e is goed? Ja. Maar kun je een tijdschap? Een nieuwe rijbewijs? Yes. Die heb ik vandaag opgehaald. Vandaag pas? Ja. Nog wel lang. Ja. Maar ja. Tja-ching. Dat je paspoort overbrengt. Ja, ik hoefde geen foto. Ja. Dat is wat ze hadden als in de. Als ze zien dat de paspoort nog recent is. Gebruik zo een paspoort. Nou ja, recent. Ik heb al een tijdje. Als je erop trekt, kun je dan al die dag gezegd. Ik ga die een examen boeken op je man. Van 9 tot 12. En hoe lang duurt het examen zelf dan? Normaal gezien 40 minuten. Maar dat kan ook eerder stoppen. Als je natuurlijk goed door de rode lichten passeert. Oh, dan kunnen ze je al meteen terug. Terug. Ofwel als hij ziet echt van oké, die meisje is echt klaar voor op baan te rijden. Dan doen ze dat ook. Zijn van oké. Ja. Keer hier, parkeer hier aan het trein naar het examen. Ja. Maar je moet tegenwoordig ook een toets doen of zo, dat ik begrepen. Eerst. Dat je een aantal vragen krijgt. Ja, en ja, dan. Zoiets. Daar kan je ook op zakken, of niet? Ik krijg hier een melding dat je al reeds geboekt hebt. Je moet dat eerst annuleren. Hoe kan ik dat annuleren? Gewoon bellen naar hem. Oftewel, hoe heb je dat geboekt? Via de site. Via de site, dan moet je gewoon via de site zelf gaan en terug annuleren. Te lang. Oké, okay. Wat de bedoeling is nu, ik wil afrijden met een rijinstructeur van mijn rijschool. Daarvoor moet ik mijn gemaakte afspraak bij het examencentrum wijzigen, zodat zij een afspraak voor mij kunnen maken. En ik kan mijn datum kan ik ook vervroegen. Dus dat is alleen maar gunstig. Wat ik nu ga doen is het examencentrum bellen om mijn afspraak te annuleren. Dan moeten ze wel opnemen. Ja, doe maar 10 of 2. En dan is het examen zelf. Het is examen zelf. Oké, okay, dus dan kan ik rijden van 12 tot. Of 2. Van 12 tot 2.
is definitief nu geen addertje onder het gras of een dat ik bang moet zijn voor een iets nieuws. Alles kan veranderen natuurlijk. Dat kan zijn dat ze u terugsturen. Waarom? Bij 9 maanden moeten we wachten dan. Oh, die nieuwe regeling. Maar wanneer is die regeling ingegaan dan? In oktober. Dus. Volgens mij moet ik niet mijn rijbewijs halen. Want, nee, maar normaal gezien is dat voor u in ieder geval pas. Omdat. Dat je dat eerder dan ingegeven hebt. Ik heb aangevraagd, ja. Na 9 maanden slaat ook nog eens. Val ik hier niet eens? Het is gek op alles gemaakt. Okay. En als dat zo is, dan. Ja, is het zo, hè? Wat kan ik doen? Dan heb je helemaal zo, ik ben weer thuis. Het wordt nu tijd om mijn vlog af te sluiten. Door alle drukte ben ik gewoon vergeten om te eten. Besef, het is 7:10. En dit is gewoon mijn eerste maaltijd. Ik ben 1,5 uur blijven hangen bij de rijschool. Ik heb verder alles kunnen doen en regelen wat ik moest doen voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En duimpjes omhoog. Laat een bericht achter. En tot de volgende.